woord willen geven aan Wouter Keller. Wouter Keller is voormalig hoofd informatica van het CBS. Hij heeft zijn proefschrift geschreven over de meest effectieve manier van belasting heffen. En vandaag gaat hij een masterclass financiering geven over het basisinkomen, dus meer over de financiën. Wouter Keller. Dankjewel. Goedemiddag. Ik had het woord armoede zien staan. En ik ga vooral praten over Nederland. En het is mijn overtuiging dat armoede in Nederland niet zozeer komt doordat de hoogte van de uitkeringen te laag zijn, maar omdat de toegang tot de uitkeringen onvoldoende is. Probeer maar eens een keer een bijstand aan te vragen. Ander probleem bij armoede is schulden. Dat is een groot probleem, maar daar wil ik het vanmiddag niet over hebben. Een goede oplossing om de toegang tot de uitkeringen te verbeteren is een basisinkomen. Een basisinkomen in Nederland kan een kind berekenen. Je neemt 12 miljoen volwassenen, vermenigvuldig dat met een mooie uitkering, en je weet dat het ongeveer 150 miljard per jaar kost. Dit is dus de eenvoudigste berekening die je kan maken als iemand zegt een basisinkomen is betaalbaar of als iemand zegt een basisinkomen is niet betaalbaar. Maar de vraag is natuurlijk niet wat kost een basisinkomen SEC. De vraag is hoe ga ik dat in een belastingstelsel inpakken zodanig dat een basisinkomen wel realiseerbaar is. En dan heb ik dus over Nederland. Dus niet over Kenia, wat trouwens ook met Give Directly fantastische dingen gebeuren, maar over Nederland. En ik heb me dus de vraag gesteld, ik ben econometrist en ik ga graag met getalletjes aan de slag. Is het denkbaar dat we dat gigantisch complexe belastingssysteem in Nederland kunnen vervangen door iets met een basisinkomen? En dan zodanig dat het toch betaalbaar is. En dat nieuwe belastingssysteem, dat noem ik een NIP. Een negatief inkomstenbelastingssysteem. Dat is afgeleid uit de Amerikaanse NIT, Negative Income Tax, die al tientallen jaren bekend is. En ik gebruik eigenlijk hetzelfde model. Het Nederlandse belasting- en premiestelsel is onvoorstelbaar ingewikkeld. U moet eens kijken naar de verschillende toeslagen, u trekt er één toeslag uit, u probeert te begrijpen hoe die inkomensafhankelijkheid erin zit en u bent binnen een paar minuten knock-out. En dan stapelen we ook nog tientallen toeslagen bovenop elkaar en dan hebben we ook nog een schijventarief en dan hebben we ook nog sociale premies. Het is volkomen onbegrijpelijk, ook voor iedereen, bijna iedereen in de Tweede Kamer. Een van de meest vervelende effecten van het huidige belastingssysteem is dat als je tot modaal, en modaal inkomen is het looninkomen wat het meest voorkomt. Als je tot modaal verdient en je krijgt er wat bij, pak een beetje 3%, dan hou je veel minder dan 3% netto over. Het is niet eens 2%. Het is in een heleboel gevallen niet eens 1%. En dit noemen wij een marginale belastingdruk van meer dan 2/3 en soms dus zelfs van 100%. U houdt gewoon soms minder over als u harder gaat werken. Mijn NIP, ik noem het even NIP, hè, negatief inkomstenbelastingssysteem, heeft, en ik gebruik liever niet dat woord basisinkomen, want anders heb je allemaal politici meteen op de kast, heeft een standaard toelage per huishouden, zegt u maar gewoon een basisinkomen. Maar dat is even onder ons. En een vlaktax van 50%. Zal ik straks uitleggen waarom 50%. En ik heb afgelopen jaren heel erg veel gerekend, want dat vind ik leuk, aan zo'n systeem voor Nederland. Ik heb in Follow the Money en afgelopen september in Elsevier gepubliceerd. En ik heb laten zien dat een eenvoudig model voor werknemers daar best uitkomt. En ik ben nu de laatste maanden bezig om dat uit te breiden naar heel Nederland. Zeg maar 7,5 miljoen huishoudens. Hier ziet u die armoedeval. Ja, sorry, ik moet twee dingen doen.
Want daar staat er een en hier staat er een, vergeef mij. Maar het gaat goed tot nu toe. Hier ziet u, en dit is het ergste geval hoor, dus het is niet altijd zo. Maar als we een éénverdiener hebben, met twee kinderen, dus dat is een echtpaar waarvan bijvoorbeeld alleen de vrouw werkt, hè, laten we het eens even leuk voorstellen. En we nemen dan het modale loon, dat is dus het loon van iemand wat het meeste voorkomt in Nederland. Dat is helemaal recht, €2685 per maand, bruto. En u moet zich afvragen, stel u voor dat u in de bijstand zit en u krijgt de bijstand netto plus alle toeslagen. En u denkt bij uzelf, u droomt bij uzelf, ik ga straks, als mijn nieuwe bedrijf werkt, een modaal inkomen krijgen. Hoeveel hoger denkt u dan dat u met een modaal inkomen vanuit de bijstand vooruit gaat? Is dat €2800? Want dat is het modale salaris. En in de bijstand heeft u nul arbeidsinkomen. U ziet het hier, u gaat dan 13% vooruit. Als u een minimumloon heeft en u gaat weer een eigen bedrijf beginnen en u denkt weer dat u het goed doet en u komt weer op dat modale inkomen, hoeveel verdient u er dan bij netto? Jippie, 4%. En als u een half loon heeft, dat is een loon tussen minimumloon en modaal loon, ik heb maar even een term gegeven, dan gaat u er maar liefst 1% op vooruit. Werken loont dus in Nederland fantastisch. Om hier een tijdje aan te kunnen rekenen moet je een model maken. Ik heb een model gemaakt met 24 huishoudtypes, AH-types, van 4 gezinstypes en 6 inkomensklassen. Ik heb voor de gezinstypes alleenstaande met 0 of 1 kind genomen en voor de gehuwde of de paren 0 of 2 kinderen. Dus dat zijn 4 gezinstypes en voor de inkomensklasse heb ik bijstand. Heb ik minimumloon, halfloon, modaalloon, 2 keer modaal en 4 keer modaal. Dus dat zijn 24 gezinstypen waarmee ik eigenlijk probeer heel Nederland samen te vatten. Ik kijk dan wat ze bruto krijgen. Dat is dus afhankelijk van deze, nou ja, bijvoorbeeld modale loon. En wat ze netto krijgen, inclusief alle werknemerspremies, schijventarieven, toeslagen, heffingskortingen. Ga maar door. Ik kijk niet naar de werkgeverspremies, die dus zo boven het bruto loon liggen. Ik kijk ook niet naar WW, WIA, etc. Dat laat ik allemaal intact. Ik kijk alleen naar de wig tussen bruto loon, zeg maar het cao-loon, en het netto stuk. Ik had in het artikel van Elsevier niet de zelfstandigen meegenomen. Ik had ook niet de AOW'ers meegenomen. Ik had ook de kinderopvang weggelaten. Die zitten er nu allemaal tot op zekere hoogte in. Voor zover je dat met 24 huishoudtypes kan doen. Ik heb dat opgehoogd naar 7,7 miljoen huishoudens. Door CBS en CPB-data te gebruiken van die 24 huishoudtypes. En dan moet een beetje smokkelen natuurlijk, want er zijn ook alleenstaanden met meer dan 1 kind. Dus die prop ik er dan in en rond een beetje af. Begrijpt u? We moeten natuurlijk wel ergens uit kunnen komen met de berekening. Ik kom nog even terug op die armoedeval. Hier ziet u voor mijn 4 huishoudtypes. Alleenstaande met 0 kinderen, alleenstaande met 1 kind, paren met 0 kinderen en paren met 2 kinderen. Het traject van netto voor de verschillende bruto inkomens, bijstand, minimumloon, halfloon, modaal, 2 keer modaal en 4 keer modaal. Hoe is het totale, dus inclusief toeslagen, et cetera, netto loon? En dan ziet u iets heel opvallends. Dan ziet u dat eigenlijk tot modaal het bijna horizontaal loopt. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat de armoedeval zodanig is dat het eigenlijk geen donder uitmaakt of je in de bijstand zit, of modaal, of minimum, of half. Je gaat er amper op vooruit. Wat je ook zou kunnen zeggen is, we hebben in Nederland eigenlijk een basisloon, dat is gelijk aan het modale loon, maar we hebben een belasting op het loon die 100% is, want iedereen krijgt gewoon dat bedrag. Maakt niet uit hoe hard je werkt en wat je aan loon binnenhaalt. Want het ding is horizontaal. Wanneer gaat
de progressie in ons stelsel pas werken, dat is boven het modaal loon. En dan ziet u een prachtige 50% lijn. Alles wat je meer dan modaal verdient, wordt 50%, 51%, pak een beet, belast. Als we het dus over armoedeval hebben, moet u even aan deze grafiek denken. Hier loont, en nu ben ik wel eerlijk, werken tot modaal dus absoluut niet. Hoe komt dat? Dat komt, en hier ziet u, kijken of die pointer werkt. Ja, hij werkt. Hier ziet u een paar verschillende type huishoudens. Dit is allemaal met twee kinderen hier en met anderhalf verdieners, zoals dat heet. Hier ziet u verschillende inkomens, bruto, bijstand, minimumloon, modaal loon, vier keer modaal. Hier ziet u wie er arbeidsinkomen heeft, in de bijstand dus niet. Hier ziet u wat het schijventarief oplevert, 1398 in de bijstand, het zeg maar belastingbruto. En dan gaat de pret beginnen. Dan krijgt u heffingskortingen, arbeidskortingen, combikortingen, huurtoeslag, zorgtoeslag, kindbijslag, kindergebonden budget, kindopvang, dan heb ik er nog 10, 20 niet genoemd. En die zijn bijna allemaal inkomensafhankelijk, behalve de kinderbijslag. En die regelingen zorgen ervoor dat die netto inkomens topmodaal voor al die gezinstypes bijna constant zijn. Want hier zit marginale druk in verscholen. Hier zit de armoedeval. In al die inkomensafhankelijke toeslagen. Hoe bedenk je het? Laten we nu even kijken naar alleen bijstand. Bijstand is belangrijk, want als je een nieuw belastingssysteem gaat ontwikkelen, wil je niet dat de hele bijstand op zijn kop staat. Je wil dat daar de koopkrachtmutaties zeer beperkt zijn, want dat is als het ware de basis. Kijk even wat de wetgever vroeger, voordat hij met die toeslagen onzin begon, had gedacht. We zetten de bijstandsuitkering voor een alleenstaande op 50% van het netto minimumloon, netto zonder toeslagen. En voor een paar met twee kinderen, of nul kinderen, zetten we hem op 70% van het netto minimumloon. Dat doet de wetgever, die toen nog verstand had, omdat je natuurlijk iets met werken wil kunnen bereiken als je naar boven gaat, als je inkomen krijgt uit arbeid. Dus moet er een kleine afstand zijn tussen bijstand en wat je verdient. Logisch. En toen kwamen mensen als Rutte en dergelijke, en die hebben al die toeslagen erop gezet. En wat zie je dan? Hier ziet u het resultaat van als je in de bijstand zet als alleenstaande met nul kinderen, dan krijg je dus 1434. Dat is 75% van het minimumloon, inclusief alle toeslagen. En kijk even hier naar een paar met twee kinderen, die krijgt, als je alle toeslagen erbij telt, in de bijstand, 90% van het minimumloon. Dus door die toeslagen inkomensafhankelijk te maken en door al die toeslagen op elkaar te stapelen en door dat vooral heel diffuus te houden, hebben we eigenlijk de gedachte achter de bijstand om zeep geholpen. En het gevolg is dus dat werken niet meer loont en dat in feite de bijstanduitkeringen zodanig dicht op het loongebouw zitten dat er amper ruimte is om iets meer te doen. Daar komt dan het idee van het NIP. Het NIP is het meest eenvoudige progressieve belastingstelsel wat iemand kan bedenken. Het is progressief en het is onvoorstelbaar eenvoudig. Want het bestaat uit een basisinkomen die afhangt van de gezinssamenstelling, enerzijds. En het hangt af van een vlaktax van 50% op alle arbeidsinkomen. En wat mij betreft ook op kapitaalinkomen, maar dat is een andere lezing. Die vlaktax van 50% is buitengewoon belangrijk, want die impliceert dat als je gaat werken vanuit zeg maar de bijstand, of bij mij dus die standaard toelage, of zoals u het noemt, basisinkomen, en we hebben nog niks, dat je bij iedere effort, als je gaat werken, 50% overhoudt. Dus de marginale druk is overal 50%. De armoedeval is nergens aanwezig, want u houdt altijd genoeg over van uw geld om niet, nou ja, hè, zoals bij Rutte die zei met opgestropen hemdsmouwen een half jaar geleden bij een VVD-festival, de werkgevers moeten 3% meer netto loon geven. Weet u
hoeveel Rutte daar zelf aan overhoudt als je alleenverdiener bent? 90%. Dat heb ik net laten zien in die eerste slide. Hier hou je dus altijd gegarandeerd 50% over. Hoe hoog, en dat is een hele belangrijke vraag, moet die standaardtoelage nou worden? Nou, daar heb ik erg mee geworsteld. Als je de standaardtoelage te hoog zet, dan wordt het gewoon onbetaalbaar. Dat kunt u zich ook wel voorstellen, want een basisinkomen, standaardtoelage, gaan we niet alleen aan de onderkant uitdelen, maar delen we ook, schrik niet, aan de bovenkant uit. Dus ook een gezin met een miljonair aan boord krijgt als gezin, want mijn standaardtoelage is op huishoudniveau, gewoon de standaardtoelage. Foei, zult u zeggen. Naar een gezin van een miljonair. Als u dat niet wil, gaat u lekker terug naar uw toeslagensysteem. Die bouw keurig af en heeft u meteen een armoedeval voor de armste van Nederland. En het gaat ook niet om de vraag hoe hoog is de vlaktax of hoe hoog is de basisinkomen CQ standaardtoelage. Het gaat om de vraag, kunnen we met de combinatie van die twee, het huidige belastingssysteem als het ware naspelen? En hoeveel kost dat dan meer? Of hoeveel kost dat dan minder? En hoeveel gaat Jan, Piet of Klaas, Jules, nou, denk maar per damesnamen, er dan op vooruit of uit achteruit? Dus dat is, als je naar Nederland kijkt en je wil een basisinkomen invoeren, de kernvraag. Niet alleen uitrekenen dat basisinkomen 150 miljard kost en zeggen dat dat te duur is. Nee, kom op, maak een belastingstelsel compleet, gooi die oude troep weg en kijk waar je dan uitkomt als budget voor de fiscus, voor heel Nederland. En kijk of de verschillende huishoudtypes niet te veel up of te veel down gaan. Bent u met me eens? Dat is wat we willen. Ik heb twee nipjes voor u. Een nipje 0 en een nipje 1. Uiteindelijk, ik zal het verklappen, eindigen we bij nipje 1. Een nipje 0 is zodanig dat de koopkrachtmutatie, gaande van het huidige belastingssysteem naar nipje 0, voor de bijstandmensen altijd 0% is. Die gaan er niet op vooruit en niet op achteruit. Dit is duur. Erg duur. Dus ik heb een nipje 1 gemaakt, waarbij we veronderstellen, want ik geloof dat werk deugt, dat werk goed is voor zingeving, maar ik geloof ook in onbetaald werk. We hebben gezegd, stel nou dat iedereen die in de bijstand zit, straks in het basisinkomen, maar geen arbeidsinkomen heeft van een baan, dat die vrijwilligerswerk doet. Er is een kleine anekdote over vrijwilligerswerk. Er komt een mevrouw, die zit precies op een of andere nare grens van de huursubsidie. En die zegt, ik wil wat harder gaan werken. En die vraagt aan de administratiekantoor, of accountant, of bedenk me wat. Wat hou ik daarvan over? En die meneer gaat rekenen en die zegt, je gaat erop achteruit. En dan zegt hij, ja, maar wat moet ik dan? Zegt hij, dat is een hele goede tip. Je moet gewoon vrijwilligerswerk gaan doen, want dan kan je 1700 euro per jaar belastingvrij verdienen. Dan ga je erop vooruit. Dus hoe hebben wij nip 1 gemaakt? We hebben nip 1 gemaakt op de hoogte van de bijstand minus 1700 euro per jaar in de veronderstelling dat iedereen niet hoeft te werken en als hij werkt, dan zit hij met die 1700 precies op hetzelfde oude niveau van de bijstand. Dat noem ik nip 1. Begrijpt iedereen wat het is? Even, de standaardtoelage is afhankelijk van de gezinssamenstelling. Dus een alleenstaande krijgt net als met de bijstand een ander bedrag als een gehuwd of ongehuwd stel. En als je meer kinderen hebt, krijg je meer en de leeftijd van de kinderen, et cetera. Dus we kijken in feite naar het hele toeslagengebouw, inclusief huursubsidie, wat een bijstandsontvanger als gezin krijgt. En dat gebruiken we dus, wel of niet, hè, nip 0, nip 1 met die 1700 vrijwilligerskorting, als uitgangspunt voor het basisinkomen. Het is dus niet zo dat basisinkomen voor iedereen hetzelfde is. A, omdat ik een basisinkomen per huishouden heb. Dat ligt namelijk dichter bij het huidige systeem. En B, je ziet dus dat je met die bijstand en die verschillende dingen zoals huursubsidie, kinderopvang, wel een gradatie krijgt in wat die, nou, zeg maar, standaardtoelage per huishoudtype betekent. Dus de standaardtoelage, het basisinkomen, is afhankelijk van het huishoudtype, maar niet afhankelijk van het inkomen, ook niet afhankelijk van het vermogen en zeker niet afhankelijk van die verschrikkelijke bijstandsformulieren.
Hier ziet u eigenlijk het belangrijkste plaatje van mijn NIP. Zo simpel is het NIP. Ja, nogmaals, ik heb het niet uitgevonden. Ik geloof dat Milton Friedman was, 20, 30, 40, 50 jaar geleden. Het NIP is niets anders dan een rechte lijn, 50% vlaktax, die niet door de oorsprong gaat. En waar gaat hij dan door? Hij gaat daar linksonder door minus de standaardtoelage. Hier ziet u dus dat een NIP bestaat uit twee parameters, zoals ik dat als econometrist graag noem. De helling van die lijn, 50% vlaktax, en die standaardtoelage, dat stuk daar linksonder. Hier hebben we het over een alleenstaande met nul kinderen. Die heeft in mijn systeem 2600 euro als draaipunt. Daar krijgt hij evenveel standaardtoelage als dat hij met 50% belasting op zijn arbeidsinkomen moet betalen. Maar u ziet dat de helling van die lijn overal 50% is. Dus ook als je, zoals nu, in de bijstand zit, je krijgt altijd 50% van je extra loon, van je extra effort, van je werk. Dus er is hier geen armoedeval. En het is zo simpel als een rechte lijn kan zijn. Begrijpt u het nog? Ja, ik moet even kijken welke knop ik nu moet hebben. Dit stuk. Ja, iedereen krijgt een standaardtoelage. Zeg 2000 euro, noem maar wat, per maand. Hier zet ik de belasting af. De standaardtoelage krijg je en is dus een negatieve belasting. Dus als ik hier het saldo van de vlaktaxbelasting en de standaardtoelage krijg en er is geen arbeidsinkomen, komt u negatief uit. En dat is dit stuk onder nul. Ja? Het is een beetje technisch excuus. Maar goed, het gaat maar over zoiets simpels als het Nederlandse belastingssysteem. Nou, wat heb ik gedaan? Ik zei het al, ik heb 24 huishoudtypes gemaakt. Ik heb al die dingen doorgerekend van bruto naar netto met al die toeslagen, et cetera. Ik heb dus een standaard toelage per huishouden genomen. Die is afhankelijk van het huishoudtype, aantal kinderen, et cetera. Onafhankelijk van inkomen. Dus eigenlijk ook gewoon een basisinkomen voor alle huishoudens. Alleen heb je meer mensen in het huishouden, heb je kleinere kinderen, krijg je een andere standaard toelage. De hoogte van de standaardtoelage is dus afgeleid, NIP 0, NIP 1, van de huidige bijstand. Bij NIP 0 is hij zonder vrijwilligerswerk een koopkrachtmutatie van 0, dus gewoon even hoog. En bij NIP 1 gaan we er iets onder zitten, iets meer dan 10%, omdat we veronderstellen dat iemand in de bijstand vrijwilligerswerk kan doen. En dat is in Nederland, hoera, onbelast, 1700 per jaar. De vlaktax is 50% op bruto voor alle huishoudens. En wat ik zei, wat mij betreft ook op kapitaal. 50% is dus veel minder dan die 2/3 of die, hè, wat zagen we ook weer, 97% in dat allereerste plaatje wat je kwijt bent. Hè, als je 3% bruto loonsverhoging krijgt. Hier hou je altijd netto de helft over. Maar let wel, we moeten dus niet alleen over de vlaktax praten of over de standaardtoelage. Mijn systeem is de combinatie van de twee. En ik kan dus met mijn systeem, zoals we straks zullen zien, hoop ik, het huidige belastingssysteem nadoen als u die twee dingen samen neemt. Dus ik zeg ook wel eens, de Belastingdienst saldeert de twee voor diegenen die wel arbeidsinkomen hebben. Dus een miljonair betaalt een heleboel belasting met zijn 50% vlaktax. En dan komt de kleine aftrekpost vanwege die standaardtoelage. Dus we salderen dat. Heel veel mensen zeggen, als die vlaktax 50% is, staat hij er nog, dan is dat dus geen progressief systeem. Ja, het is wel een progressief systeem, want die 50% lijn gaat niet door de oorsprong. En dat is dus precies die standaardtoelage die ertussen zit. Hier ziet u in de gele lijn hoe de gemiddelde, dus niet de marginale, de gemiddelde belastingdruk gewoon oploopt. En als we naar een miljonair kijken, dan betaalt hij gemiddeld 49,9999% belasting, want zijn standaardtoelage is ten opzichte van zijn miljoenen arbeidsinkomen of andere inkomen verwaarloosbaar. Zo ongeveer evenveel als hij nu betaalt, ook iets van 50-51%.
Hier ziet u NIP 1 en NIP 0 en de netto nu. Blauw is netto nu. Hier ziet u bij NIP 0, dat is oranje, dat die in de NIP 0 situatie op precies dezelfde hoogte staat. Hè? Dus basisinkomen is gewoon de oude bijstand. En hier ziet u die vrijwilligerstruc, waardoor ik ongeveer 10% eronder ga zitten. En hier ziet u de effecten voor bijstand, minimumloon, halfloon, modaal, twee keer modaal en vier keer modaal. En deze curve geeft dus aan, en dat is deze as, dat de gemiddelde belasting steeds oploopt naar uiteindelijk in de limiet 50%. Dit is dus een progressief belastingssysteem. Laten we eens even kijken hoe mijn NIP zich verhoudt ten opzichte van de huidige bijstand. Ik heb wel eens een keer een commissie Keller mogen doen en met de staatssecretaris al hele vorige jaren geleden over de bijstand mogen praten. En toen heb ik me verdiept in de formulieren die je dan moet invullen. Peulenschel. En ik heb dus aan de staatssecretaris gevraagd: ik zie u volgende week weer, wil u in het weekend mijn plezier doen? En even dit invullen. En ook graag die 20 bijlagen. Over de waterrekening en zo. Volgende week had ik een hele andere staatssecretaris aan tafel. Nee. En dan hebben we het dus niet over de wachttijden. We hebben het niet over de dwangarbeid. We hebben het niet over alle drempels die bij die, mensonterende bijstand zitten. We hebben het niet over de eisen aan het inkomen. We hebben het niet over de eisen aan het vermogen. Een standaardtoelage krijgt iedereen. Dus geen 20 bladzijden. Geen dwangarbeid, geen tandenborstencontrole. Iedereen. Dus ook de miljonair. Nare boodschap voor linkse mensen. Maar als u het anders wil, kost dat armoedeval. En het gaat niet om de hoogte van de individuele component. Het gaat om het totale plaatje. Het gaat om het vervangen van dat verschrikkelijke belastingssysteem, inclusief bijstand en al die toeslagen, door iets wat zo eenvoudig is als een rechte lijn. Dus bij ons loont werk weer. Is er geen bureaucratie? Is er geen tandenborstencontrole? Is er geen dwangarbeid? We hebben hooguit in NIP 1 een prikkel om vrijwilligerswerk te gaan doen. Dat is die 10% die ik eraf gehaald heb. Je hoeft dus niet betaald, zeg maar, bij een baas te werken als je zegt: ik ga wat nuttigs doen. Ik denk dat werken prachtig is. Ik vind zelf, ik ben 72 als ik niet werk en ik moet achter de granium zitten. Forget it. Doei doei. Dus werken is goed voor iedereen, maar hoeft niet betaald te zijn. Dus vandaar dat ze in het NIP 1 als ware de mogelijkheid suggereren van vrijwilligerswerk. En weet ook, het is er net ook al even gezegd, het is een soort bijstand, een soort basisinkomen. Dus het geldt ook voor zelfstandigen, het geldt ook voor ZZP'ers, het geldt ook voor de AOW. Die hebben we natuurlijk aangepast, zodat de toelagen precies gelijk is aan de AOW-hoogtes. En we hebben alle boven minimale uitkeringen, denk aan WW, WIAR, etc., gelijk gelaten. En dat kan omdat we dat stukje werkgeverspremies niet hebben aangetast. Hier ziet u de resultaten. Heb ik nou niet gedrukt? Ja. Hier ziet u de resultaten van al dat rekenwerk van mij met 24 huishoudtypes. En u ziet dat ik links bij de bijstand, de standaard toelage plus vrijwilligerswerk, ik heb er een automerk van gemaakt, dat ziet u, 0% heb, omdat ik dus aanneem dat iedereen die de standaard toelage krijgt ook die 1700 euro vrijwilligerswerk minimaal krijgt. En dan ziet u dat de verschillende koopkrachtmutaties, die kunnen op sommige plekken heftig zijn. Kijk even hiernaar. De minnetjes vallen mee. In het algemeen zit je bij de alleenstaande en de lage middeninkomens nog vrij redelijk. Het meest interessante is eigenlijk, wat kost dit nou? Nou, ik kom op pak een beet 8 miljard. En dat heb ik hier afgerond, want ik heb een paar proxies gemaakt rond kinderopvang en AOW. Ik zal u niet verder vermoeien met de details. 5 tot 10 miljard. Dat is dus gebaseerd op een model van 24 huishoudtypes. Dat is dus eigenlijk veel te eenvoudig. Dit is niet een model waarmee ik getrouwd ben. Als u een ander
toelagensysteem wil, gaat uw gang. Als u in de Tweede Kamer elkaar de hersens wil inslaan voor een tientje meer of minder voor deze of die andere groep. Als het maar niet inkomensafhankelijk is. Ik heb, dit is een beetje een uitgebreide versie van het Elsevier-artikel wat ik in september heb geschreven, een heleboel opmerkingen gekregen. En het belangrijkste is eigenlijk, ja, Keller kan wel zeggen dat het betaalbaar is, want ik vind 50, 10 miljard op een totale begroting van, wat is het, 200 miljard voor de hele belasting en alles, redelijk betaalbaar. Maar ja, wie is meneer Keller? Dus ik heb de Elsevier-artikel naar een aantal politieke partijen gestuurd. En met de vraag, kunt u eens even aan de minister vragen of de minister aan het CPB wil vragen om dat door te rekenen. Gistermiddag was het klaar. Ze hebben gevloekt en getierd bij het CPB, maar ik zei, ik sta op zaterdag 15 februari voor u en dan moet het klaar zijn. Ja. U ziet hier FVD, dat was de enige partij die reageerde op mijn Elsevier-artikel. En ja, ik heb een Tweede Kamer of een Eerste Kamerlid nodig om het bij het CPB aanhangig te maken, want anders doen ze het niet. Maar eerlijk is eerlijk, zowel Forum, die niet getrouwd is met een basisinkomen, en dan zeg ik het nog heel voorzichtig, want het is natuurlijk een rechtse partij, was fantastisch in, nou ja, mij bijstaan bij het planbureau. We hebben vele sessies gehad. En het planbureau was echt fantastisch om dit op tijd voor elkaar te krijgen. Want ik heb natuurlijk een nip bedacht die heel eenvoudig is. Maar het planbureau moest weten wat ze allemaal aan en uit moesten zetten op die onvoorstelbare ingewikkelde bruto-netto machine die zij hadden. Wat hebben we dus besproken? Nou, we hebben wat afgeschaft. Hier ziet u wat we allemaal hebben afgeschaft. We hebben het schrijventarief afgeschaft, de sociale premies, alleen de werknemerskant, kindgebonden budget, kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, toeslagenwet, algemene heffingskorting, arbeidskorting, inkomensafhankelijke combikorting, ouderenkorting, alleenstaande ouderenkorting, AOW, IOAOW, hypotheekrenteaftrek, eigen woning voor zelfstandige aftrek en een paar andere trucs voor de zelfstandige en de bijstand. En die hebben we vervangen door, even serieus, een rechte lijn. Ja? Dus op het Bureau voor Statistiek, waar ik 20 jaar heb gewerkt, was ik altijd verbaasd dat het nationaal inkomen, wat een soort optelsom is van miljoenen transacties, ieder jaar, ja, plus 2%, plus 1%, min 1%, plus 3% uitkwam. Dus dat geldt hier ook. Als je maar genoeg onzinregelingen bij elkaar gooit, komt er altijd iets eenvoudigs uit. En hier ziet u de resultaten van het CPB. Ik moet weer op die knop drukken. Het budget is min 1 miljard. Dat is ex ante, zal ik zo uitleggen. Maar dat betekent, als u dit doet, u gelooft het vast niet, ik ook niet, houdt u 1 miljard over. Maar dat is in alle eerlijkheid, wij noemen dat ex ante. Dus we veronderstellen dat het aantal uren dat iemand werkt en het bruto salaris, dus dat hele stuk daarboven, niet verandert. En wat er natuurlijk gaat gebeuren is dat mensen meer armoedeval of minder, achteroverleunen, gaan werken. CPB schat dat op 3% minder arbeidsaanbod. Dit is tricky, want dat hangt maar net vanaf wat ze daarvoor modellen gebruiken. Nog nooit heeft iemand zo'n ingrijpende stelselwijziging doorgevoerd. Dus de vraag is of we wakker moeten liggen van die 3%. Maar goed, als u dat doet, dan kost het nog 10 miljard. En dat kost het dan, die krijg je dus niet. En het mooie is, die 10 miljard, het totale systeem is ongeveer 200 miljard hier. Het gaat vandaag over miljarden, ach wat is het. Die gaat dus 73 miljard up, afschaffen, et cetera. En 72 miljard down, opnieuw. He, dus het nip. Dus een gigantische operatie. Ik ben natuurlijk niet voor niets 5 keer bij het CPB geweest. Anders was het niet helemaal zo goed uitgekomen. Maar in principe is dit gewoon die rechte lijn die we overhouden. Er stond gisteren in het AD dat de Forum voor Democratie, die dit dus qua CPB-doorrekening voor mij heeft mogelijk gemaakt, de AOW wil afschaffen. Kwats, want de AOW krijgt gewoon de AOW als standaard toelage. Alleen het heet anders.
inclusief al die oudere kortingen en zo. Alleen zonder inkomensafhankelijkheid. En zonder afhankelijkheid van vermogen en dat soort dingen in de bijstand. Kijk even naar de koopkrachteffecten. 4% voor de allerlaagste, 20%, 7%, 3%, min 2, min 3. Ziet er redelijk uit. Alle huishoudens gaan 1% vooruit. Werken iets meer. Uitkeringsgerechten 6%. Daar moet nog wat aan getuned worden. Kan ik wel uitleggen waar het aan zit, maar vooruit. Gepensioneerden hebben we ook budgetneutraal, dus AOW-achtig gemodelleerd. Twee verdieners gaan erop achteruit. Alleenstaanden gaan erop vooruit. En alleenverdieners, dat is een hele kleine groep. CPB definieert alleenverdieners als paren waarvan maar één van de twee partners werkt. En dat is dus ongeveer een tiende van de hele groep van echtparen. Die gaan er dus maar liefst 20% op vooruit. Je kan ook zeggen dat we hier als ware alle politieke en belastingmaatregelen om arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen weer een klein beetje terug te rijden. Met kinderen 2% achteruit, zonder kinderen 4%, omdat de armoedeval bij de alleenstaande zonder kinderen en de eenverdieners zonder kinderen het grootste is. Dus dat soort dingen zie je hier terug. Conclusies. We kunnen dus, een beetje als een soort wet van de grote aantallen, een gigantisch complex belastingssysteem vervangen door een rechte lijn. Onvoorstelbaar, maar waar. Ik moet er wel bij zeggen, die getallen die ik liet zien hebben in de exercitie van het CPB, en die gebruikt dus niet 24 huisartypes, maar 200.000 huisartypes, een behoorlijke spreiding. He, bijvoorbeeld die, ik zal nog even teruggaan, kijken of dat lukt, ja. Deze hebben een spreiding van plus of min 10%, dus 16 in de plus of min 4 in de min. Dus er gebeuren hier een heleboel dingen waarvan je denkt, oeh, gaat dat wel goed. Maar vergis je niet, we vervangen hier een gigantisch complex systeem door een rechte lijn. Bij een inkomen van 200.000. Sorry? Bij een huishoudinkomen van 200.000. Dit is het inkomen vijfde quintiel, dus dat is de 20% rijkste huishoudens, geldt min 3%. Dit geldt over alle huishoudens heen en dit is het totale resultaat. Sorry? Deze? Dit is de vorige. Deze? Deze? Oh, sorry, ik moet hiermee werken. Zie je nou, Alex, daar krijg je ervan. Deze? Heeft u hem? Alsjeblieft. Ik ga naar de laatste slide. Je kan dus iets heel ingewikkelds vervangen door een rechte lijn. Daarmee hebben we dus een simpel, een eerlijk en een betaalbaar nieuw belastingssysteem. Het is eerlijk, want de standaardtoelage is onvoorwaardelijk. Hij is verschillend afhankelijk van de gezinssamenstelling, maar hij is onafhankelijk van het inkomen en iedereen krijgt hem en je hoeft er geen 20 pagina's formulier voor in te vullen. Hij is eerlijk omdat werken weer loont. Vlaktaks 50% in plaats van een marginale druk bijna 90%. En hij lijkt betaalbaar. Ik liet al even zien dat afhankelijk of je ex post of ex ante rekent, het bijna kiet speelt of 10 miljard kost. Het CPB heeft het nog niet door het hele macromodel heen gehaald. Dus de prijzen kunnen nog veranderen. De werkgelegenheid gaat dan de schouder macro-economische consumptie. Hebben we nog niet gedaan. Dit kan dus in Nederland, nogmaals, we hebben het hier niet over een of ander droomland ver weg, een oplossing zijn voor bijstand, toeslagen, zelfstandigen, ZZP's, studenten, AOW. Het geeft een werkprikkel, werk loont weer, mogelijk minder stress. Misschien een antwoord op big tech, automatisering. Het is ook, denk ik, beter voor ons zelfrespect, voor de zingeving en vooral veel eenvoudiger. Dank u wel. Hartelijk dank, Wouter Keller. Wat een enorm inspirerend verhaal. Ja, ik zie al wel heel veel handen in de lucht.
Best pittige materie zo, denk ik. Dus veel vragen. Een kwartiertje had ik daarvoor in gedachten. Ik wil hier beginnen bij deze mevrouw. Ja, er staat hier dus werkeloond weer. Sorry, iets hoger. Werkeloond weer. Maar hoe zit het dan met mensen die niet kunnen werken? Die niks bij kunnen verdienen? Die ziek alle zijn? Of boven minimale uitkeringen voor mensen die ziek zijn, zwak zijn, WW, WIO, et cetera, blijven gewoon in stand. Ja, maar als je een basisinkomen krijgt wat niet voldoende is, en dan zegt u dus, ja, dan kun je bijverdienen. Maar als mensen nou niet kunnen bijverdienen, dat zeg ik, dan zitten ze dus in een van die verzekeringen die ik net noemde. Okay. En daardoor krijgen ze dus meer geld. Oh ja, goed, dank. En meneer, u mag de telefoon. U had een vraag. Ja, de eerste vraag. Ja, ik wil een klein beetje inhaken op die vraag van die mevrouw. Heel veel mensen die arbeidsongeschikt zijn, die zitten ook in de bijstand. Dus niet in die loongerelateerde uitkeringen waar u het over hebt. En ik heb nog een klein vraagje aan de hand van die grafieken. Er stond op een gegeven moment 1.5V stond er. Maar ik weet niet wat dat betekent. Dat is anderhalf verdiener. Ja, sorry, is een beetje CPS, CPB-taal. Anderhalf verdiener betekent dat in een echtpaar een van de twee partners fulltijd verdient en de ander 50%. En dat is het meest voorkomende model in Nederland wat betreft partnerhuishoudens. Oké, nou prima. Ik zag hier nog een hand en hier nog een hand zometeen. Wat ik eigenlijk nog mis in uw betoog is zeg maar de ZZP'ers. Er zijn er ongeveer 1,2 miljoen in Nederland. En u gaat eruit eigenlijk van dat je gewoon een arbeidsinkomen hebt. Maar als je ZZP'er bent, een eigen bedrijf, dan is het een winst en zelfstandige aftrek. Maar dat zie ik niet in uw betoog verder terug. Ja, het, is dat verstaanbaar voor de zaal? Ja, ik zal het even herhalen. Okay. U ziet de zelfstandigen met zelfstandige aftrek en dat soort dingen niet terug. Zelfstandigen krijgen gewoon als ze geen arbeidsinkomen hebben de standaard toelagen. Alleen de zelfstandige aftrek wordt afgeschaft. Want dankzij de standaard toelagen hebben ze dus een vangnet. Hè, ook als ze ziek zijn, et cetera, net als iedereen. Dus we behandelen hier zelfstandigen precies zo als werknemers. Iedereen krijgt de standaard toelage. Ja, deze meneer was eerst en dan bent u aan de beurt. Ja. Zat hier een zelfstandige te klappen? De vraag is het aspect van het huishouden. U zegt dat dat gekozen is omdat het dichtst tegen het huidige belastingstelsel aan ligt. Is dit uw enige argument om niet voor individueel te gaan? Als ik een individueel persoonlijk standaard toelage, dus laten we dat maar toch even een basisinkomen noemen, invoer. Zodanig dat we op bijstandsniveau op 0% of bijna 0% koopkracht zitten, kost dat zaakje ongeveer 50 miljard. Kan er ook niks aan doen. Meneer, wilt u even gaan staan? Was dat uw vraag of had u nog een toevoeging? Ja, ik vind het heel interessant, maar ik vraag me af of je de resultaten niet een beetje te eenvoudig voorstelt en daardoor wat rooskleurig. Ik heb hier die studie van het planbureau voor mij. Zij zeggen, let op met die doorsnee-effecten. Daar zit een hele forse spreiding rond. Letterlijk. Zo gaat meer dan een kwart van de lagere en middeninkomens er juist op achteruit. Zeggen zij. En wat ze zeggen over de hogere is dat ondanks het feit dat de hogere er in doorsnee op achteruit gaan, dat er ook veel hogere zijn die er juist op vooruit gaan. Dus binnen die groepen zit er heel veel verschil. Ze zeggen ook uitdrukkelijk dat de bijstandstrekkers erop achteruit gaan. Niet de mensen met bovenminimale uitkeringen. En dat, ik vind het heel interessant wat u doet, hoor, maar dat wijst toch op een enorme complexiteit die je niet echt vat met deze doorsnee-resultaten. Dus ook bij de lagere inkomens zijn er mensen die echt verliezen. En de vraag is of je dat kan maken maatschappelijk. Nou, even voor de duidelijkheid, hieronder staat spreiding. Bij de uitkeringsgerechten is 10%, dus ik heb het al aangegeven daarnet. Dat loopt voor de kwartielgroepen, hè, dus afgezien van de laagste 25% en de hoogste, dat zijn die boxplots, van 16% aan de bovenkant naar -4%. Dus voor 50% van de mensen is een hele brede spreiding. Dat is specifiek voor de uitkeringstrekkers. De rest is ongeveer 50%. Dus laten we eens wat nemen. Alleenstaanden zitten voor 50% dus tussen 9 en -1.
Even, we zijn natuurlijk verwend met de koopkrachtplaatjes in de politiek, waarbij we elkaar de hersens inslaan voor 0,1%. Ik ben als CBS-projectleider dynamisch koopkrachtenplaatjes, dynamisch, in 1985 verantwoordelijk geweest om op basis van de inkomensstatistieken te berekenen wat voor mutaties mensen meemaken als ze een nieuwe baan krijgen, als ze werkloos worden, als ze ziek worden, als ze gescheiden gaan. Die percentages zijn veel meer in deze buurt. Daarmee praat ik dit niet goed. Ik zeg alleen, we zijn verwend met die discussies over 0,1. Dit is natuurlijk hier en daar zeer extreem. En ik ben hier ook niet mee getrouwd. Ik wil alleen maar aangeven, er is een mogelijkheid om met een heel eenvoudig systeem de goede kant op te komen. En voor de rest mogen de politici op de precieze parameters zich helemaal doodvechten. Mevrouw. Dat je ruimte maakt, financiële ruimte maakt voor vrijwilligerswerk, vind ik heel charmant. We weten allemaal dat we blij worden van werk. We weten ook allemaal dat Nederland een beetje drijft op vrijwilligerswerk. Elk gezellig comité of sportvereniging of brandweer die draait op vrijwilligers. Maar die hebben ook niet de financiële ruimte om voor die 12% inkomen te zorgen van de vrijwilligers. Dat is er domweg niet. Dus de vraag is eigenlijk, als je erop rekent in je inkomensmodel, dat het mogelijk is om 12% van je inkomen uit vrijwilligerswerk te halen, hoe gaan die verenigingen dan aan dat geld komen? Nou ja, ik heb alleen gezegd dat je belastingvrij 1700 euro per jaar mag verdienen als vrijwilliger. En natuurlijk moet dat ergens vandaan komen. En dat is natuurlijk, ja, ik kom ongeveer op iets meer dan een dagdeel per week wat je dan aan vrijwilligerswerk moet doen. Dus dat is niet echt veel. Ja, nogmaals, ik heb ook niet overal een oplossing voor. Maar ik vond het een charmante manier om te zorgen dat we in ieder geval qua budget, hè, een beetje in de buurt uitkwamen. Want ja, als ik hier met 100 miljard tekort uitkom, dan kan u gewoon weer naar huis. En die standaardtoelage is natuurlijk heel politiek gevoelig. Dat ben ik graag met u eens. Jan van Duin, ik begrijp uw systeem niet helemaal. Maar ik heb eerst de vraag, waarom huishoudens gebaseerd? Want ons huidige belastingstelsel is op individuen gebaseerd. En als u een vlaktax voorstelt van 50%, gewoon praktisch voorbeeld van twee AOW'ers die 1400 euro per maand krijgen. Die betalen nu, 20% belasting. En in uw systeem zouden ze naar 50% belasting gaan. Begrijp ik dat nou goed? Nou, iedereen, huishouden, alleenstaande met of zonder kinderen die nu onder modaal zitten en die een arbeidsinkomen hebben of uit de bijstand richting modaal gaan, betalen allemaal over een extra euro meer dan 70%. Nou, dat zeg ik. De uitkeringen blijven dus in de vorm van, nou ja, zeg maar de standaardtoelage voor de bijstand en voor WHO, et cetera, hetzelfde. En als je dus twee mensen hebt die in een huishouden allebei verdienen, eventueel via het anderhalf verdienersmodel, dan betalen ze gewoon allebei 50% op hun arbeidsinkomen. En het huishouden krijgt dus gezamenlijk de standaardtoelage. En ik heb er net al even aangegeven, het is niet moeilijk, maar dat heeft het CPB niet doorgegeven, maar ik dus wel met die 24 huishoudens, dat als ik dit echt per persoon een basisinkomen wil doen, dat het erg duur wordt. Bij Menhout van der Waal, Nederland kent een verschrikkelijk goed pensioensysteem, wat op dit moment is gebaseerd op uitgesteld loon, als uitgesteld loon. Aan de ene kant aftrek, aan de andere kant op het moment van uitkering belasting betalen. Die aftrek, denk ik, die verdwijnt geheel, want de hypotheekaftrek heb ik ook gezien. Het sparen voor later krijgt dus een totaal andere vorm en wordt steeds belast op basis op het moment van uitkering. Vraag je? Ja, ik heb met het CPB uitgebreid gesproken over de pensioenpremies, want die zat bij mij in het Elsevier-artikel in die 50% vlaktax. Maar dat is niet praktisch haalbaar, dus we hebben de complete pensioenen, inclusief de aftrekbaarheid, gewoon gelaten zoals ze zijn. Dus ziet u pensioen maar als iets waarvoor je privaat verzekert, die je mag aftrekken en die je later krijgt, net als nu.
Ik heb hier een vraag van mevrouw. Zou u even willen gaan staan? Ja. Dank u wel voor uw presentatie. Ik ben Petra Flutters, raadslid in Leeuwarden voor GroenLinks. Ik wil toch nog even ingaan op die mevrouw daarnet, want ik vind het ook schokkend dat mensen in de bijstand verplicht vrijwilligerswerk moeten gaan doen om hetzelfde te hebben dan wat ze nu doen. Te hebben wat ze dan nu hebben. Daarmee maak je het verschil tussen onbetaald werk en betaald werk nog vele malen groter. En het verschil tussen rijk en arm, mijns inziens, ook nog vele malen groter. Dat is één. Ik vind dat vrijwilligerswerk sowieso betaald zou moeten worden. En ook bovenop de bijstand met 1700 euro, die overigens bijna geen enkele instantie uitbetaalt. Want daar is simpelweg het geld niet voor. En daarnaast vind ik die 50% vlaktax ook een... Daar gaat u uit van of het huidige systeem deugt. Dat vind ik ook niet deugen. Want ik vind dat de rijkeren veel meer belasting zouden moeten betalen. Boven die 68.000 euro. Dat betekent dat iemand met het meest vervelende werk, zoals schoonmaakwerk, maar een paar eurotjes overhoudt van een uur werken. Dus ik vind sowieso dat mensen met lage inkomens meer moeten overhouden dan die 50% vlaktax. Dus over de eerste 20.000 euro boven de basisinkomen zou dat lager moeten zijn dan 50%. Want die lonen gaan niet omhoog, want die mensen kunnen niet meer dan die rotbaantjes vaak. Mevrouw, ik heb al aangegeven dat ik niet getrouwd ben met mijn parameters. Ik heb alleen geprobeerd aan te tonen dat ik met een rechte lijn, inclusief een basisinkomen, het huidige belastingssysteem kan veranderen. En voor de rest zijn het politieke keuzes. Ja. En als u die anders maakt dan in mijn systeem, be my guest. Ja. Dank u wel. Maar ik wou het toch even zeggen, want ik maak me daar vreselijk veel zorgen over. Dank u wel. En dan heb ik hier de laatste vraag. Sorry, ik moet keuzes maken. Helaas, de tijd. Ja, ik ben zeer benieuwd om te horen van u wat u vindt van het basisinkomen 2.0 van de vereniging basisinkomen, zoals berekend ook door het Nibud, met nog instandhouding van de huurtoeslag ten opzichte van wat u hier nu vertelt vanmiddag, het NIP 1, met een gemiddelde standaardtoelage van 1400 per huishouden. Huurtoeslag heb ik, dat ziet u hier aan die sterretjes, dat heb ik niet zo goed uitgelegd, maar dat doe ik graag naar aanleiding van uw vraag. We kijken naar het netto bijstandniveau, inclusief een aantal, of gewoon inclusief de toeslagen die voor iemand met nul arbeidsinkomen gelden. En we kijken daarbij dus ook, omdat die ook voor de bijstandstrekker geldt, naar de huurtoeslag. We kijken dus ook naar de huur van de woning. We kijken bij de kinderopvang ook naar de kosten van de kinderopvang en het aantal kinderen. Alleen, we maken ze niet inkomensafhankelijk. We kijken dus naar het niveau van die toeslagen, inclusief de huurtoeslag, op het niveau van de bijstand, nul arbeidsinkomen, en tellen dat op tot de standaardtoelage. Ik ben met u eens, het is even ingewikkeld, maar dat is de enige manier ook waarop je dus op een koopkrachtmutatie nul of iets daaronder voor bijstand kan uitkomen. Dus ja. De huurtoeslag zit er via die manier wel in, maar zonder de inkomensafhankelijkheid. Dank u wel, meneer Keller. Hartelijk dank. Mag ik een applaus voor meneer Keller? APPLAUS